Een speciaal moment voor de Amerikaan Donald Gorski. Het is precies 50 jaar geleden dat hij voor het eerst een Big Mac at. Sindsdien eet hij er iedere dag een. When I like something, I stick with it all the time. My habit right now is just eat two a day and that would be like 14 a week. Hij heeft inmiddels meer dan 32.000 hamburgers gegeten. Een wereldrecord. This is 2006, 2007, 2008, 2009. How I keep track of how many Big Macs I've eaten is, for one thing, I save the cartons. Another thing is, I save all the receipts. In de afgelopen 50 jaar heeft hij op 8 dagen na iedere dag een hamburger gegeten. Dat kwam door een sneeuwstorm. Het hamburgerrestaurant was daardoor dicht. Right now, there are 6 Big Macs in my freezer. And that'd be in case of a snowstorm or something, because that's the first time I missed eating a Big Mac was a snowstorm. And when you see me get on an airplane or something like that, in my luggage will be Big Macs, because I don't want to miss a day. Heel gezond is zijn hobby natuurlijk niet. Maar Donald maakt zich geen zorgen. Volgens zijn huisarts is hij gezond. Om zijn ongezonde hobby een beetje te compenseren, wandelt hij iedere dag zo'n 10 kilometer. Daarna beloont hij zichzelf met een... Delicious.